Hallo lieve vrienden, zijn jullie er ook? Nou, ik ben er ook hoor. En uiteraard heer Karin aan de telefoon. Hoe kan het ook anders zijn? Hallo lieve vrienden, zijn jullie er ook? Nou, ik ben er ook hoor. Ja, en ik wens jullie natuurlijk een heel hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn vandaag alweer vrijdag aanbeland en wel de 23e april en we leven om 12:53. Astrid, je komt om 1:30. Ik ga zo meteen nog weer even met jonge hondjes uit. Daar heb ik nog even de tijd voor. En daarbij, al zou ik later terugkomen, zij heeft de sleutel, ze kan erin. Dus makkelijker kan je het niet maken. En ja man, ik zit even naar je staart te kijken, want je zit vlak bij mijn stoel. Dus ja, en het is een prachtig mooi weer, dus wat willen wij nog meer? Dan alleen nog dat mooie weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Heerlijk is het toch, ja. En wie weet. Past het ook wel bij jou? Wie weet, ben jij ook wel een zonaanbidder of zo, zonaanbidster? Ja, zoals ik. Ja, heerlijk is dat. Ik geniet ervan. Dag in, dag uit, als het zonnetje beschijnt, vind ik al fijn, ja. Regen, ja, de tuin moet het hebben, de boeren moeten het hebben, maar ik zeg altijd, als het nou, wanneer ik op bed leg, regent en onweert en sneeuwt, etc. Vind ik het beest. Ben ik wakker, dan moet de zon schijnen en lekkere warme temperaturen. Ja, voor je gewrichten is dat toch fijn? Ja, vooral als je reuma hebt, op wat voor manier dan ook. Dan heb je pijn en dan de zon erop, dat is oh zo lekker. Ja. Dus dat voelt, ik zie ergens een haar hangen en ik... Nou, lastig irritant. Het is net alsof ik hier een haar aan mijn bril zie hangen, maar daar hangt niks aan. Nee, het zal misschien dat het iets door het licht komt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is gewoon fijn. En ik vind het ook fijn dat jullie weer bij mij zijn. Ja, dat vind ik ook fijn. Als jullie het nou ook fijn vinden om mijn vlogs te kunnen en mogen zien, heb dan pret voor 10 en ja... Laat eens een leuke reactie eronder. En ook hebben wij een i erbovenin aan de rechterkant. Informatie. Kan je ook op klikken? Uiteraard. Moet je niet vergeten. En dat is bij iedereen zo. Ja, tenminste bij al heel veel vloggers. Die doen dat namelijk. En ik weet niet wat jullie gaan doen. Ja, ik kan moeilijk wat gaan doen als mijn huishoudelijke zorg komt. Nou, ik heb gisteren al heel wat gedaan. Dus nou laat ik haar... Wat doe? En dan blijf ik zelf nou eens een keer op mijn kont zitten. Ja. Ik ga een spelletje sowieso doen. Dat spel waar ik mee bezig ben. Dat andere met die poppetjes en die kusjes geven. Dat de kindertjes kregen. Dat is afgelopen. Ik ben dus met een ander spel bezig. Ga ik ook op mijn mobiel. Maar op mijn mobiel heb ik het weggehaald omdat het allemaal zo klein was. Nou heeft het een groot beeld. En het werkt. En het is veel leuker omdat je het beter kan zien. Dus ja, dat ga ik sowieso behouden, moet bijhouden, dat spel. En ik zal vloggen in elkaar zien te zetten. Misschien dat ik er dan meer in elkaar krijg te zetten dan normaal. Normaal is het eentje per dag. Nou ja, misschien dat ik er nou 2 keer krijg of 3. Zoals Karin gisteravond, nou, we waren allebei bezig met een vlog. Ik doe er eens, zij doet er een stuk of 3. Hoe ze dat voor elkaar krijgen met dezelfde programma's, ik weet het niet hoor. Het zal mij een worst wezen, maar in ieder geval de ene doet het zo, de andere doet het zo. Ja, ik zou het wel op een heel andere manier doen dan zij dat doet. Ik zou het niet weten. Ik meen dat ze het hele mikmakkie in één keer erin sleepte. En dat ze daarna pas goed gaat zetten. Nee, ik doe het één voor één en ik snij gelijk waar ik snijden moet. Voor de intro enzovoort, dus ja. Gisteravond heb ik nog wel weer een nieuw plaatje erbij gemaakt, want dat mag graag wel eigenlijk
één keer in de, tenminste iedere week, een nieuw beginplaatje en een eindplaatje erbij hebben. En dat lukt niet altijd, dus ja, gisteren heb ik een nieuw begin gemaakt, dan moet ik nog een nieuw einde maken, ja. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden, en ja, we gaan er gewoon weer voor zitten en weer praktiseren van wat wil ik en wat vinden jullie ongeveer leuk. Ik zit nou bijna niet op Facebook, dus zoeken jullie mij op Facebook, zie je weer bewegingen van een haar, hè. Ik weet het niet, maar in ieder geval, ik zit daar nu dus niet en ik vlaag Facebook niet. Nee hoor, want ik heb te veel groepen, maar dat wordt nu voor mij allemaal beheerd en gedaan. Om de dood eenvoudige reden dat ik het nou niet aan kan. Mijn hoofd kan dat niet, nee. Leuke dingen doen, ja, gezellige dingen doen, samen met jullie. En met mijn diertjes uiteraard. En met degene die bij mij op de vloer komen uiteraard. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet jullie, maar van jullie mooie, prachtige, zonovergoten dag. Althans, als bij jullie op de zon schijnt. Ik weet niet of het midden van het land is. En in het zuiden weet ik veel waar. Maar geniet in ieder geval van je dag. En ik vergeet jullie niet, als jullie dat ook niet doen, dan hoop ik dat alles goed mag komen. Ze zeggen, tot later. Doei. Hey, hallo lieve vrienden. Waren jullie er weer? Nou, ik ben er ook hoor. Zoals jullie al licht zien. Ja, ik had de hele middag, heb ik niet eens niet meer aan het filmen geweest. Ik heb enkel vanochtend nog gefilmd, tenminste het begin van de middag. Voordat Astrid kwam, nou ja, die is geweest, die heeft mijn huisje schoongemaakt. En ik zat te wachten op een pakketje dat ik op een gegeven moment even naar mijn mail geweest om te kijken van hoe en wat, om te volgen. Kwam die vanavond pas. Nou, hij is net binnen. Ja. En, uiteraard, heeft Karin aan de telefoon. Hoe kan het ook anders, hè? Hoe kan het ook anders? Maar, die gaan we even samen openmaken. Eens even kijken. En dan zit er nog een heel klein doosje in. Die is nou leeg. Dan leggen we die even daar neer. En dit is het kleine doosje wat ik eruit haal. Ja, jullie zien het goed. Au. Hoe zit dit? Je moet wel uitkijken hoe je het pakt. Oeh, er gaat zeker klein kaar in. Mijn hemel. Zo, dat is hem. Waar dient hij voor? Ja, voor een heleboel dingen, maar we weten het ook nog niet. Hij moet eerst maar eens opgeladen worden, dacht ik zo. Hè? En een boekje? Nou ja, volgens de leerder kunnen we dat niet lezen. Want dat is natuurlijk weer Engels, et cetera. En ook nog eens een keer heel erg klein. Goed voor je ogen, maar niet heus. Ja, Engeland, DEFRESITCN. Ja, dus ja, dat moeten we allemaal eens eventjes uitzoeken en uitdokteren. Maar het behoort bij de telefoon, bij de mobiel. Dat is een ding wat zeker is. Maar oké, lieve vrienden, ja, dat is het. Daar zaten we op te wachten. Deze hebben we nodig. Enkel hoe het nog werkt, dat weten we nog niet. Dat gaan we uitzoeken, maar dat komt ook allemaal wel goed. En ik ga aan de peen en uien, stampot. Ik had het al gekookt, het is al gaar, maar ik moet het even stampen en opnieuw opwarmen. Ik moet nog een vleesje bakken en dan lekker eten zo meteen. Ik wens jullie allemaal een genoeglijke avond. Veel liefde en veel kusjes en veel omhelzingen met en voor elkaar. En voor later op de avond natuurlijk, hoe kan het ook anders, welterusten, slaap lekker. En morgen, dan hebben we het alweer de 24e zaterdag, dan wat gezond uit je bed zien te komen. Want ja, anders helpt het ook niet, hè? Nee, wel gezond blijven.
Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Doe ik ook. Ik zeg tot morgen. Doei!